In Mariehout stond zaterdag de zeskamp van het Mariehout 90 jaar feest op het programma. Het was mede dankzij het mooie weer een vrolijk en sportief succes met zelfs een internationaal tintje. Het is niet te heet, maar wel een lekker zonnetje bij. En Mariehout 90, een mooie kans zijn. Organisatie hier van Mariehout 90 hebben natuurlijk een zeskamp georganiseerd. Maar hoe mooi kan het ook zijn dat we nu een Oekraïns team hierbij hebben. Die zit hier gehuisvest hier in de pastorie en ook in Aalriksel. Daar zijn wij als Mariehoutenaren heel erg trots op, want die hebben natuurlijk toch ook niet al te makkelijk allemaal. Maar we zijn trots op dat ze hier vandaag meedoen bij ons dorpszeskamp in Mariehout. Mariehout 90 en internationaal hier. Inderdaad, internationaal. Dat is hartstikke mooi. Het is kwart over 1, 4 juli 2023. Dit weekend gaan we in ieder geval weer ons herinneren dat 90 jaar geleden Mariehout opgericht is. We hebben de kerk gebouwd, de grote klooster. En om dat levendig te houden doen we om de 5 jaar op zaterdag een zeskamp en op zondag diverse activiteiten. Zoals morgen fietsen we in hier over het bassin. 3, 2, 1... deelnemer zo aan de overkant bereiken. En ik ben heel blij dat we met een Oekraïens team mee kunnen doen aan de dorpszeskamp hier. Go. We hebben de helft hebben bewoners uit de pastorie bereid gevonden en de andere helft komen uit Brukelum, uit de school, de voormalige school in Aalriksel. Ze gaan niet voor de dag prijzen, maar ze hebben zoveel lol. En dat is toch wel iets waar ik het als vrijwilliger voor doe. Kei leuk om voor de mensen een beetje te kunnen zorgen. 3, 2, 1. Ja, en ze gaan staan goed hier met een bordspel. Hij zit er stroefjes in, het is moeilijk om. Ja, nou gaat ze goed. Ja, goed. Hij zit er vast. Ze moeten elkaar beter coach hier. Je moet het proberen nou in de 1 en de 2. Ja, kom hier, Gaat gefeliciteerd. Ja, het team, kom op jongens.
feit dat dit terug blijft komen, hè, het evenement. Jong geleerd, oud gedaan. En ik zie dat ze allemaal worden opgeleid om in de toekomst ook te winnen. Ja?